Het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft ten behoeve van het korps van districtscommissarissen nieuwe voertuigen ontvangen. De nieuwe dienstauto's moeten motivatie van de DC's een boost geven. Minister Edgar Diekan van RO is trots op de topambtenaren die de afgelopen periode, ondanks ze niet allemaal over een degelijk dienstvoertuig beschikten, met overgave hun werk gedaan. Met de aanschaf van nieuwe voertuigen heeft het ministerie voorzien in een dringende behoefte. De regering heeft 19 voertuigen besteld, waarvan 12 ondertussen al bij het ministerie zijn afgeleverd. De eerste voertuigen zijn afgelopen woensdag overgedragen aan de DC's. Deze hebben samen met minister Diekan de verdeling bepaald. Minister Diekan heeft de hoop uitgesproken dat de nieuwe voertuigen de mobiliteit van de DC's zal verbeteren. Dit zal de bestuurdiensten landelijk ten goede komen.